Het Noord-Hollandse dorpje Wormer is in het nieuws gekomen doordat in een weiland op onverklaarbare wijze een gat is ontstaan. In dit gat zijn sindsdien op vele manieren en door vele mensen naspeuringen verricht, omdat men graag wil weten wat er precies is gebeurd. Er wordt gesproken over de inslag van een bom, een vliegtuigonderdeel, een raketstaart of een meteoriet, maar ook van een veenlaagverzakking. Hoe het ook zij, de hulpverleningsdienst van Binnenlandse Zaken is druk aan het werk. Het gat is uitgediept en er zijn peilingen verricht. Ook heeft men pompen aangebracht om het grondwater te verwijderen. Het enige dat men tot dusver heeft opgediept zijn een hoefijzer en wat scherven van aardewerk, die nauwkeurig bestudeerd worden, maar die natuurlijk het gat niet veroorzaakt kunnen hebben. Het geheimzinnige voorwerp dat men zoekt is nog spoorloos en het is de vraag of het ooit gevonden zal worden. Voor alle zekerheid heeft Wormer de toegang tot het weiland verboden. Voor de koeien, die het ook niet begrijpen, zal de rust voorlopig nog niet terugkeren. Thank you.